Net zo gevarieerd als de natuur zelf. Ik ben hier op visite bij Willy van Uhn aan de Slagweg in Olderhuizen. Dank u wel, Willy. Ik heb al een lekker bak koffie uit. Het is prachtig weer. Ja. En we zitten hier in een prachtige boerderij. In het veld dicht bij Durp. Maar toch lekker vrij. De reeën die lopen hier net voor langs. Ja. Dus het is fijn om hier te wezen, Willy. Dank je wel. En fijn ook dat je even met ons wilt praten over de historie van uw eigen leven, maar ook de historie van Olderhuizen en van Dalfsen en Nederhuizen misschien, want daar weet je allemaal heel veel van. Maar om een goede start te maken, zeg ik altijd, waar stond uw wiegje eigenlijk? Aan de Bakslaan in Den Hulst. En dat was toen de Ommedijk. Waar wordt dan ongeveer aan denken? Want de Bakslaan is een lange weg. Ja, die is erg lang, ja. Nou, wat nu dan Albert Heijn is en dan deze kant op, naar het zuiden. Een eindje van Albert Heijn, zeg maar, door ja. De schilder zitten. Ja. Doorheen mijn heer. Ja. Daar waren buren. Er zit nog één nieuws tussen. Ja, ja. Ja. Door ben je geboren. Ja. En dat is langer alleen dan dat het lek, als ik het zo zie. Oké. Okay. Ja. Want ik weet het. Ja, 1948. 1948. Ja. 3 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben wel een kind van de Noorden Oorlog, ja, als het dan heet. En dat wil ik graag zo al. Ja, ja. Ja. Ben je dan ook nog een babyboomer, als je in 48 geboren bent? Absoluut. Ja, ja. Dat is toch nog wel die naoorlogse groeistuip. Het scheen dat toen bijna 98% van de mensen op trouwen. 98% van de mensen trouwden? Ja, die gingen allemaal wel trouwen. Dat was helemaal vanzelfsprekend trouwen kinderen kregen. Ja, in die periode. Ja, ja. Dus dat ging wonder dat het een babyboom was. Yeah. Ja. Wat herinner je nog toen jonge Johan door in Den Hulst? Ja, al die gewone op de straten spullen, er was toch weinig verkeer. Ook op de Bakslaan, op de Domendiek? Daar was heel weinig verkeer. Ja. En ik herinner me vooral dat er toen eerst waren allemaal slooties langs de Ommedijk, de Bakslaan. Iedereen had een brugje. En later is er een riolering aan de leg. En toen was ik denk ik jaar of 6. En toen werd alles op de kop gezet. Dat was een enorme klus. Dus dat was geweldig voor kinderen, allemaal zandboten en zo. Die riolering ging in de sloot als het ware? Nee, die ging in het midden. Oh. En de trottoirs kwamen op de sloot. Ja. Ja. En die verzakten later nog alles. Ja, dat was dus wel een heel groot gebeurtenis voor de kinderen toen. En hoe zag de omgeving er door u toen? Was daar al een winkel waarop de plek waar nou de winkel is? Ja, er was toen een spaarwinkel. Echt een kruidenier. En dat is denk ik een supermarkt, want toen ik een jaar of 13 was. De eerste supermarkt. Maar verder was gewoon een winkeltje. Ja. Ja. Want Den Hulst was toen echt nog een dorp op zich. Hè? Dat was wel gemeente Nederhuizen, maar dat is eigen. Er zat echt een open vlakte tussen. Ja. Ja, dat was wel een dorp op zich, ja. Ja. Want die hele Bakslaan, dus dan veel meer winkels en ja, er waren heel veel kleine winkeltjes. Althans, op de meeste plekken zitten nog wel winkels in. Ja. Maar wel andere natuurlijk. Ja. Maar als ik zo nog rondloop, dan denk ik, ja, dat waren toch allemaal winkels. Ja. En er kwamen natuurlijk heel veel venters aan huis. Kamerman. Kamerman kwam elke dag. In het begin nog met Peer den Wijn. En dat iedereen met een pannagie er naartoe ging. Met een pannagie? Verse melktap. Oh, daar ging de melk. Ja. En later natuurlijk, uiteindelijk is het een SRV-wijn geworden. Ja. Ja, met alle keus die er maar is. Waar haalde die kamerman de melk weg, weet je dat ook? Dat weet ik niet, ik denk bij de melkfabriek. Want die melk staat ook weer melkbus met zo'n tapkraan die er aan. Ja. Ja. Dus ik denk dat het allemaal van de melkfabriek kwam. Ja. Maar ze hadden wel gauw kant en kloor pap. En volgens mij kwam dat bij het rolgat weg, bij de wiek. En wat voor pap was dat dan? Bloempap.
kan een melkse pak of zo. Kant en kloor, maar niet in die pakken zoals we het ook kennen. Nee, in flessen. In flessen. Ja, die hadden ze volgens mij ook al heel gauw daar. Een flesje slagroom en zo. Maar de gewone melk ging vanuit het kraantje. Ja. Maar door woorden aan de bakslaan, was uw vader vast geen boer, zoals heel veel mensen in die tijd. Nee, mijn vader werkte bij de slager. En dat was toen Van Giesel eerst. En later Koon en Van Zoelen. En er zit nog een slager Koon, dat is weer nazaat. Ja? Ja. De slager in Den Hulst, zeg maar. Ja. Daar werkte mijn vader. Ja. In de winkel of als slager zelf? Of allebei. En Venten, hij ging ook heel veel de boer op, noemde dat. Ja. Met zo'n transportfietsen. Oh, ja. Ik kan er een mooi verhaal van vertellen. Ja. Maar je eerste werk bij slagerij, die stond op de plekken waar later het oldtimer was. Durf ik slagerij. Waar nou de deel is. Ja, Wisluus 3 heette het toen. En later is die slagerij dus aan de Bakslaan gekomen. En ik weet dat Oen Olders komt niet van oorsprong uit Den Hulst. Nee, mijn vader kwam in Leemlevelle, mijn moeder kwam uit Balkbrug, maar die is geboren in Wiswolle, Spolde. En uw vader was dus een Leemlevelder? Ja. Bouwhuis? Bouwhuis, ja. En ik denk dat ze elkaar ontmoet hebben toen mijn vader bij die slager werkte. Wisluus 3, dat was slager Beekman volgens mij. En mijn moeder werkt net die verder ook bij het hoofd van de christelijke school. Dus ik vermoed dat ze toen elkaar ontmoet hebben. Dat is altijd een beetje onduidelijk gebleven. Nou, niet door Sam, dat is ook een oranje feest. Maar dat weet ik niet precies of mijn vader toen al in Den Hulst was of. Maar. Hadden jullie een groot gezin, klein gezin? Nee, twee kinderen. Twee kinderen? Ja. Je hebt nog één broer. Ja, één oudere broer. Dus het was overzichtelijk gezin. Het was overzichtelijk, ja. Ja. Leuk dat je dat. Ja, ik vond daar een heel mooie jeugd hadden. Het was allemaal kinderen, babyboom. Ja. Het was allemaal kinderen aan de bakslaan. Dus ga maar naar buiten en kom samen een keer weer. Ja, de ruimte, vrijheid. Ja. Ja. Je hebt hier ook allemaal mooie foto's uit die tijd mee in hem. Ja. Of op een zacht moet ik beter zeggen. Ja. Wat is dit voor foto? De weg naar de openbare lagere school? Ja, dit is van Anzichtkade, de Devenspoort. Ja. En daar liep ik wel heel lang, ging al weer lopen naar school. Naar welke school ging je? School C, openbare school. School C aan de Voort? Ja. En achter de school daar liep de oude beentjesgraven. Kanaaltje. En daarachter was het voetbalveld. Voetbalveld van USP volgens mij. En dat was voor ons dan het sportveld. Hmm. Dus door heel veel ruimte zat. Oh ja. Ja. Dus 's winters met sneeuw, dan ging je door sneeuwballen gooien met elkaar. En forten bouwen. Ja, dat was ook heel landelijk. Langs de Devenspoort waren toen nog turfschepen voeren. En dat kun je nog levendig herinneren, dat door die boot langs ging. Ja, en enkele keer kwam er soms een schipperskind in de klas. Die hadden dan een eigen tasje met boeken bij zich. En die zaten dan poosje in de klas bij de hang of zo. En dan de meester, die begeleiden die kinderen dan wat. Toen werd ik nog geen schippersinternaten. Dus die ving hier en door wat op. Ja. Die schippers die voeren zeg maar naar Koevorden of wat. Ja. Lutten hun kind door op school. Een paar dagen. Ja, als ze een paar dagen. Het schip weer terugkwam. En dan gingen ze waarschijnlijk die kinderen naar andere scholen. Dus ik vind het wel heel knap als je dan wat oppikt. Nou. Ja. Dan komt het schippersleven van trekking wel direct in omhoog. Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Apart. Ja. Ja, wat kun je nog herinneren dat van de Voort, want die is, je hebt dus ook de demping meegemaakt. Ja. Dat weet je nog heel goed. Ja, maar de schaatsen, hè. Ja. Ja, als het vroeg winters en dan zat hij al, want dan mocht je in het is de middag schaatsen op school natuurlijk in de pauze. Dan zat hij aan te hopen van, wilt al lief? En dan kwam er soms een echte ijsbreker of iemand van de schip die vaarde erin. En dan waren die bij de school, dat was natuurlijk wel fout. Die dachten toen die dan hun brood winnen. Nee. Maar volgens mij waren er nog wel ijsbrekers. En dan, echt het ijs die de Voort lussen. En dan in het midden was dan puin op. Aan de kanten bleef het soms heel en dan kon je dan nog wel wat schaatsen. Oei. Maar echt helemaal dicht te vleuren, dat gebeurde allemaal zo niet. Nee. Nee.
Dat was natuurlijk het allermooiste. Ja? Ja. Maar zo heel breed was het ook niet, dus aan de kant schaatsen was wel een beetje gevoelig. Ja, daar kwam niet veel van treffen. Nee. Dus hier heb je nog een mooie foto van school C. Ja, schoolreisje naar Appelscha. Oh, oké. Dat was er toen ook al? Ja. Mijn vader zat in de overcommissie. Oh, die stond hierbij ook? Mijn moeder mocht mee en mijn broer en ik, dus... Ja, noem me maar helemaal wie is de boy story. Hier ben ik. Dat is mijn broer, mijn vader en mijn moeder. Ja. Mijn vader en moeder gingen allebei mee. Ja, dat was toen toevallig die keer zo, ja. 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 Appelschaar. Ja. Was dat leuk op scholen? Ja. Kun je iets van herinneren? Ja, ik vond het gewoon wel leuk. Ja? Ja. Maar ja, achterna denk ik, dit was ook wel een vooruitstrevende school, want zelfs in die oude gebouw werd al een schoolkrant gemaakt. Toen. Er werd toneelstuk gestudeerd en die werden dan ook opgevoerd veranderen. En is door het begin van een toneelcarrière? Ja, dat denk ik wel, ja. Want die deden er ook allemaal mee aan die toneelstuk. Ja, ja, ja. Maar ik vond het wel heel mooi als de schoolracing was, dat er gezegd werd, we gaan dit jaar door en door naartoe en iedereen gaat mee, werd er dan gezegd. En dan werd er later, dan mocht je opgeven en meer. En dan waren er maar kinderen die zeiden, we gaan niet mee, want dat was waarschijnlijk financieel. Te duur. Geen probleem, ze gingen uiteindelijk altijd mee. Dat vind ik heel knap. Ja, mooi. Ja. En op het laatste jaar ging je op kamp, fiets, ook weer hetzelfde verhaal. En wie geen goede fiets heeft, moest zich melden. En uiteindelijk had iedereen dan een goede fiets en ging allemaal mee. Ja. Ik vind het wel, ja, daar kijk ik wel op terug als een school die sociaal was ook. Ja. Ja. Kende meesters en juffrouw's? Nou, ik zie op deze foto meester Nagel. En die is heel lang aan die school verbonden gebleven. En die kwam toen als zo van de Pabo, of hoe heet dat toen nog? De kweekschool. De kweekschool. Ik kwam volgens mij met Seest of de Bild. Die kwam door aan school. Dat was nog een jonge jongen eigenlijk. Nou, die had met die meute om de orde te houden. Er waren echt wel, wat jongens bij die, ja. Die Mudijn. Jawel. Maar net die zing. Ja. En achteraf denk ik, ja, hij was natuurlijk hartstikke jong. En hij had een kapsel, dat was stekeltjes. En dat was natuurlijk heel apart voor ons. En er waren maar wat ouders die gingen later met hun kinderen naar de kapper en die wilden ook zo'n kapsel à la nagels, zeiden ze dan. Dus ja, hij bracht een stukje mode mee. Ja. Mode vanuit Zeist en de Nulst. Ja. He? En het was een openbare school, maar in hetzelfde gebouw was ook zondags de zondagsschool. En het hoofd van de school die gaf ook weer les op de zondagsschool. Dus. Want het, de hoofd van de openbare school? Ja, maar het, in Den Hulst was het toen weer die traditie dat hervormde kinderen gingen vaak naar de openbare en gereformeerde kinderen naar de christelijke scholen. Nee. Maar dat is wel op meer plaatsen zo, hè, dat het wat afweek. Er zit een stukje van de oude schoolstrijd zit er nog in, denk ik. Ja. Ja. Want Jan toen in Neluzen, of in Nulst ook wel een christelijke school, ja, al? Ja. In de Leuzen allebei en in Den Hulst ook. En die christelijke school was iets verderop. Ja. Ja. En door zaten meer de gereformeerde mensen, ja, en de hervormden. Globaal. Want waren jullie dan ook hervormd? We waren hervormd, ja. Ja, ja. Dus je ging, ja, naar, gewoon wel naar de openbare school. Ja. Dan kreeg je wel godsdienstonderwijs. Ja. En het was zelfs zo dat de meester die ging voor op de zondagsschool. Ja. Dus die lijn liep wat anders toen. Ja, dat, ja, was anders. Ja. Ja. Mijn vader en moeder die hield nog heel erg van lezen. En toen had hij al een beginnend bibliotheek in Den Hulst, en die was een volksonderwijs. Dat was echt een groepering die denk ik ook vanuit het socialisme opkwam. Mensen onderrichten, mensen mochten kunnen lezen, boeken. Dat was echt een bibliotheekje, was dat, ja, die? Ja, die was eerst NSB, het magazijn van een winkel of zo erachter. En dan, dat noemden ze nog boekenruim. Ja. Daar kon je naartoe. En dan, je liefste met wat er was, nou ja, dat was niet zoveel, 200 boeken. En dan kon je iedere keer een ander meenemen. En later even in de huisartsschool zitten en toen is er een eigen bibliotheekgebouw gekomen. En toen kreeg je ook echt de kinderboeken en, nou ja. Dat, en toen heeft, ja, lezen ook een beetje van meekregen, want, ja, die leest hij ook naar Donald Duck. Ja, de Donald Duck die hij toen aan boeken. Waar je heel groot fan van, maar, ja, ook wel van boeken. Maar nog wel, ja, strips en alles. Ja. Ja. Ja, de Donald Duck lees je al vanaf nummer 1 tot nu. Nou, niet nummer 1, maar denk ik, nou, wel. Ja, nu heb de kleinkinderen Donald Duck weer en dan wil oma wel graag het voorlezen. Tuurlijk. Ja.
Ja. Maar ook boeken lezen, daar ben je zelf ook heel gek. Ja, en dat we zeiden, dit is een mooi boek, dat moet je eens lezen. Nou, en ik was een alleslezer, ik las ook wat boeken die ik helemaal niet snapte nog, maar dan las ik ze later nog maar een keer. Ja, ja, dat betekent wel heel veel. En naar de lagere school, ben je nog verder? Ik heb een jaar naar de ULO geweest. Mm-hmm. En dat was niet zo'n succes. En toen, mijn broer die was een keileer, maar mijn vader zei, je mag ook leren, maar het hoeft niet. Nou, dat ben je wel horen in die leeftijd. Dus ja. Toen ben ik naar de ULO school gegaan. En ja, dan ging ook door op Noost? Die was in Nieuwleusden. Op Nieuwleusden, ja. Ja. Dus dat was een boel keten, maar het was niet een echt stimulerende vorm van onderwijs. Nee? Meer. Nee, dat... Ja, uiteindelijk is dat ook allemaal verdwenen natuurlijk. Ze deden echt wel hun best, die leren Engels en ze hopen maatschappij leren en al die dingen, maar het was nog zo gericht op handwerken, ja, en zelf dingen maken. Dus, maar ja, goed, toekomst ook niet in de toekomst kijken. Hè, dat het allemaal zou veranderen. En het was best ja, ook wel leuk, maar het was een beetje aan zijn eind, denk ik. En dan gingen we 16 jaar vooruit werken. Oké, dus met 16 jaar ben je van de Huzelschool afgegaan? Ja. Wat wel leuk was qua keten, maar achteraf zeg je, want ik heb er niet zoveel geleerd. Ja, je hebt niet echt dingen geleerd die uiteindelijk nodig waren. En dan had je toch beter op de mulo af kunnen maken, maar ja. Je moet er wel een beret. Ik heb er wel een beret, ja. Ja, want dat was natuurlijk ook weer wat babybonus. Werkgeleren was enorm groeiende, dus dat was allemaal niet zo'n probleem. Nee. Nee. Want wat ging je doen naar Huzelschool? Ik ben eerst gewoon werken in Zwolle. Dat was natuurlijk in Zwolle werk nog geen man. Ja. Ik vind het plaatje nog. Dat was deze banketbakkerij Lunchroom. Dat is door op de Grote Markt. Van Orso? Ja, op de Grote Markt. Dus Van Orso, die had nog geen Lunchroom? Ook. Er zijn nog wat concurrenten naast elkaar. Direct naast elkaar? Ja, dat was geen probleem. Dus hier werken bij Driessen, niet dus ook? Nee, toen niet hoor. Het heette toen. Nee, dat was reclame. Hoe heette dan die. Het was Hoogland heette ze geloof. Hoogland. En ze hadden een tea room. Hoogland aan de grote markt, zeg maar. Beting Oude Melkmarkt. Ja. En ik vond dat een hele mooie plek, want ik moest uit boodschappen doen. En die oude binnenstad in. Ik denk dat toen nog wel iets met geschiedenis had. Dat vond ik heel mooi. Ja? Ja, en later op een verzekeringskantoor werkte in Zwolle. Als jongste bediende begon hij te doen, moest hij ook weer boodschappen doen en dan ging hij weer die onder binnenstad deur. Dat vond ik heel mooi. Want ja. Wat deed je dan bij die lunchroom ook? Bediening. Ja. Wegbrengen? Nee, bij die tea room. Koffie met gebak. Ja. Koffie met gebak, ja. Maar ik vond het niet zo leuk, maar het was wel... Waarom niet? Nou ja, dan ben je 16 jaar en ik van de leiding, een beetje dictatorial. Ja. Dat vond ik niet zo leuk. Dus ja. Ben je er langer weg? Nee, niet zo lang. Toen werd ik nog bij een groothandel in souvenirs werk, staat in Assendorp. Dat was ook heel gezellig. Maar uiteindelijk ben ik dan in de verzekering terecht te komen. Ook in Zwolle? Ja. En toen moest je ook op pad, zei je net. Ja. Als jongste bediende moest je naar postkantoor en zo. Hè? Ja. Ja. En expres brieven wegbrengen, ik weet het allemaal niet. Kriskras door de stad Zwolle, ja. Met de fiets. Lopen? Oh. Ja, de meeste dingen waren op loopafstand. Dus. Welke verzekering zat die dan? Het was toen, ik zat aan de Kampenstraat, dus het is nog echt een mooi oud stukje Zwolle. En dat was wel gezond, het was een echt heel oud pand, ook een middeleeuws pand. En ze hebben er ook een verbouwing in door en toen bleek dat er nog een hopensvesting in zat. Dat vind ik wel mooi van een brandverzekeringsmaatschappij. Ja. Ja. Hopensvesting. Ja. Dat was vroeger natuurlijk altijd zo, maar niet echt brandveilig. Nee. Ja. En toen in de jaren 60, toen kwamen de fusies op gang. Dus de verzekeringsmaatschappij. Die verzekeringsmaatschappij, toen is het opgekocht door Delta Lloyd. En die heeft later nog een andere brandverzekeringsmaatschappij opgekocht. Die zat aan de Emmawijk. En dat was de onderlinge boeren brandwaarborgmaatschappij. En die hadden echt nog vrijdag dat ze kwitantie kwamen betalen van de veemarkt. Ploppen in de gang. Ja. En dat wereld die verdween heel snel, doordat het Delta Lloyd werk. En toen kwam ook de automatisering op gang, die aan het werk nam met computers. Computers? Dus, ja. Ja, in Amsterdam zat Delta Lloyd, hè.
ponskaarten, ponsmachines, telexmachines, het kwam allemaal binnen. Ook bij jullie? Ja. En toen was het dan... En worldwide toen? Ja, 17, 18, 19. Dus midden jaren 60. Ja, en toen kreeg je ook opleiding doorin, dus toen kwam echt de boel op gang. Een ponskaart? Ja. Dat is een heleboel mensen die weten niet meer wat een ponskaart is. Vertel nog eens. Ja, er waren ook kaarten waar dus gratis in zaten. Hè. Dat is misschien een systeem van een draaiorgel, hè. Die werd toen met die kaarten, met die gratis erin. En die ponskaarten, door die gratis stond de naam en de polisnummers en alle gegevens erin. En die kon u er lezen van door de machine. En waar gebruikte je die ponskaarten? Daar waren ook vaak meteen de taal. Ik denk dat ze er ook toegestuurd werden aan de klanten als check of zo. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Die zaten in kaartenbakken en dat was het systeem. Je had een machine? Ja. En die kon dan ID-kaart erin in? Ja, maar wat ze maakten, dat weet ik niet. Lezen? Maar uiteindelijk kwam er een machine en daar werd ik toen heel lang aan de werk. Die maakten ponsbanden. Wat is dat? Dat zijn dunne banden. Dus die met alles werd in de toets. En dan kwam er zo'n band en die werd elke dag opgestuurd naar het hoofdkantoor. En die las dat weer uit. Kijk, het veranderde heel snel toen. Ja. En er zijn ook allemaal dingen die allemaal weg zijn. Maar verder werk ik natuurlijk al nu nog met die ouderwetse typemachines. En een enkele had een elektrische toen. Was vooruitstrevend. Ja, was vooruitstrevend. Maar het was gewoon heel gezellig werken in de binnenstad. Ja, leuk, hè? Erg leuk, ja. Gezellig. Ja. Dat is ook allemaal wat gemoedelijker, denk ik, dan wat je tegenwoordig hoort. Hè? Ja, dat was heel kleinschalig. Want door de fusies verhuizen die nog wel eens, ook aan de Van Hagenstraat, vlakbij het station. En door tegenover zat ook weer een ander verzekeringskantoor. En er was een rare fusie, een aanrieding. En dan zag je ze allemaal kieken vanaf het balkon en dan gingen ze in hun systeem kieken. Of die klant van of de klant van hun. Ja, ja, ja. En de AMRO-bank zat er nog. Ja, dat was wel kleinschalig. En ik heb nog heel lang bij de bron, wat nu mooi rivier is, werkt. Oh ja. Zo'n 12 jaar. Hier aan de Vecht, het conferentie, je hoort of het hotel. Ja, een bijzondere mooie plek. Ja. Met een hele geschiedenis. Maar het was een bijzonder bedrijf. Met duizenden mensen kwamen. Enorme grote groepen. En toen op een gegeven moment heeft er een zeehond in de Vecht zwem. Hannes. Ik kwam gelukkig uit de dierentuin in Noord-Holland. Ja. Als de van deuren gaan. Ja, dan beste trippen maken. Hij zakte de vecht af. En we zitten een keer tussenmiddag in de kantine. En dan komt iemand aan de kantine in. Oh, die zie je al nog wat zien we nu komen. Riet er langs. Ja. Echt heel apart om zo'n bici vlak langs de wal te zien zwemmen. En ze hebben toen gevangen bij de broekhuizen, bij de stuw. Hè? Ja. Ja. En door het standbeeld die nog van hem kon, Hannes. Ja. Maar je hebt hem live zien gaan. We hebben hem live zien gaan. Ja. En hij wou niet helemaal lang. Nee, hij ging gewoon deur. Hij ging gewoon zijn gang even. Ja. Want door was hij dus net de stuurder. Ja. En ja, die vistrappen. Dus ik niet aan de, oh, daar zal de vistrappen naar me. Dat denk ik, maar ik weet ook niet, want zeehond die redt zich wel in het water. Of die, is dat niet moeilijk hoor, die stuurder? Nee. 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 En dat was natuurlijk een bijzondere plek met zomers al die boties. Ja. Ja. En als het een personeelsfeest was, dan werd ook vaak op het trein zelf al met mooi weer. En dan was het altijd gebruikelijk dat alle meiden werden in het water gegooid. Oh. En deurde jongens? Ja. En die hadden dan vaak er al een bikini onder, maar die wisten dat al. Die waren voorbereid. Ja. En het leste werd al die bedrijfsleider erin gegooid. Maar die sprong dan vaak zelf maar in. Ja. Maar er was nog, want vroeger was er ook een zwembad, hè? Ja, dat was er toen nog niet meer. Nee. Er was ook een zwembad die toen. Al dus net al heel snel een zwembad. Ja. Bij het kamphotel. De Vechtstroom was er toen nog. Ja. 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 Een stukje vechten aan de Udegraam of zo. Ja, misschien vechtwater in lopen of zo. Ja. Ja. Het heeft al in bedrijven best wel heel veel jonge lui werken. Hè? Ja. Vakantiehulpjes, het was allemaal jeugd altijd. Het maakt het wel heel leuk. Ja. Ja. Ja, en het vierde congrescentrum van Nederland. Ja. Dus niet het is onbelangrijk. Enorm groot. Destijds, hè? Ja. Enorm groot van. En dan is van uit alle uithoeken van de wereld. En toen. Dalfsen was de vierde congresstad van Nederland. Je had Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Dalfsen. Toen konden ze, door die twee grote campings erbij konden ze enorm veel mensen kwijt. Ja. Ja. Geweldig.
Ja, dat was wel een heel bijzonder bedrijf. Waar dan uiteindelijk het mooie rivier geworden is en alles verbouwd en vernieuwd en mooi geworden. Ja, dat onder meer maakt. Waarom ben je ermee gestopt? En daar ging ik trouwen. Toen hebben we dit huis hier gekocht. Hier met Henk. Met Henk samen. Henk is uw man al sinds. 1970. Ja. Hoe heb je die ontmoeten? Nou, Want die die heb kunnen we ik. niet doen in de Oost. Nee, die komt uit Talsen. Die heb ik ook wel in Den Hulst ontmoet. Maar hij werkte ook vlakbij mij in Zwolle. Bij de PTT. Dat was vlakbij elkaar. Hebben jullie elkaar in Zwolle ontmoet? Nou, uiteindelijk, ja. Van gezichten kennen we elkaar dan. Maar toch weer hier ontmoet. Nou ja. En toen we dan dit huis kochten, er zat een wereld aan werk in. We hebben enorm van aan verbouwd. Want wat was dit? Dit was een boerderij. Een boerderijtje, ja. En jullie waren een van de eerste burgers op het platteland, dat ik het zo een Ja, beetje hier inschat, wel, hè? denk ik, ja. Ja. 1970. Ja. Dat klopt, Dat ja. kwam toen een beetje op, Ja, dat de dat was boeren een stopten. opkomst, ja. Dat er geen nieuwe boer weer opkwam. Ja. En we kregen toen al snel onze dochter. En dan werd het ook ja, moeilijker om te gaan werken. Maar het was ook wel een bewuste keuze, want dan in Zwolle bleven werken, dan moest je ook alweer een auto hebben. Het was niet haalbaar toen. Nee, maar dat was Nee. ook de cultuur niet toen, hè? Nee, ook niet zo. Nee, vaak later wel weer, maar toen niet. Wie woont hier op deze boerderij in Dat was Slagweg 5? de familie Nagel. Nagel. Ja. Maar ik kon er toen van geschikte prijs aankomen. En dat was toen nog zo. Voor een andere woning kreeg je niet maar zo 100 of 90% hypotheek. Dus dan moest je ongeveer een derde zelf opbrengen. Maar die prijzen, vooral van dit soort huizen, was zo laag dat het wel te doen was. Iedereen had nog de zilvervloot, spaarrekening. Dus ja, uiteindelijk waren we jong, maar het kon. Ik weet dat je een groot hart hebt voor het gebied hier zo. En ook Ja, voor de natuur en ja, ook de natuurhistorie. ja. Ik denk ook even aan de vecht aan je. Ja, Hè? ja, ja, ja. Vertel ons eens iets over die vecht aan je, want daar weet je ook van alles van. Ja, dat is de steenanje. En de Zwolse anje worden wel genoemd vechtanje. Dus dat zegt natuurlijk, het is een bloempje van deze streek. En je groeit echt op die schrale zandgrond langs de vecht. En is heel erg beschermd. Want ik groeit van me helemaal nergens meer. Misschien nog in Limburg. En vroeger gingen de kinderen hier. Arm voor bloemen plukken, grasklokjes, vechtanjes, het was de wende zat en het is bijna gebeurd. Als je nou de vecht aan je wilt zien, Ja. waar moet ik dan naartoe? Nou, in Junne Koeland, dat is natuurlijk altijd al beschermd gebied, daar is het ook bleut er nog volop. Maar hij bleut hier aan een stukje langs de Stokte, ter hoogte van de Frankenweg, in de berm. Een wat hoge, brede berm, door even zich al die kon handhaven. En dan kun je hem vanaf de fiets zien. Maar En is dit dan het enige plekje dat hier ik in weet, maar ik Leusden? denk op die zandbulten langs de vet daar ook nog wel groeit, maar ja, daar kom je dan niet. En vroeger heb ik ook nog wel eens in de berm langs de Hessenweg gestaan. Maar die plek is ja, de plek dat je hem echt kunt zien als publiek. Is dat ding niet te verspreiden, uit te zaaien en dergelijke? Want Jawel, hij zit maar in het logo van elke, ja, van de regio daarom. Vechtdal. Ja. En nou, hij stelt wel hoge eisen aan de grond. Dat wil zeggen, hij stelt er totaal geen eisen aan. Dat moet arme grond wezen. En dat is tegenwoordig moeilijk. En een goed beleid van de gemeente is ook grasmaaien liefst één keer per jaar en meenemen dat gras. Maar ja, dat is door de jaren ook heel goed gegaan. Momenteel gaat het heel goed. Het is ook wel eens fout gegaan. Dat de gemeente dacht van één keer per jaar mijn, dat doen we hem eind juni. Maar dat kan niet, want dan, het is een zomerbloeier. De meeste bloempjes van de armen gewoon met zomerbloeiers. Dan werd er verder bloei afgemeten. Nou ja, maar dat goed, dan wisten wij de gemeente wat te vinden. En dat is ook niet kwaad bedoeld. Maar ja, en uiteindelijk, als het beste is eigenlijk om in het voorjaar even ook een keer te mijnen voor in het voorjaar. En dan lekker op lang komen, zodat niet het gras de boeven stikt. En dan weer aan het eind van het jaar en dan het gras afvoeren. Maar goed. Van Johan was het heel mooi, er stond er een heleboel. Ja, maar dat stukje berm, ja, dat is ook natuurlijk dreug en schraal en dat moet subliem. Daarom ben ik ook voor een groot deel verdwenen, want er is bijna geen schrale grond meer. De grond is te vet.
En geen andere bloem. Peerdebloem. Eerstens. Ja. Die ozat. Speenkruid. Die houdt wel van die mest. Ja. De Vechtaaier is ook de naam van het dorpsblad van Olduzen. Ja. Want die hebt dan met Henk je deze steen gekocht. Ja. Aan de Slagweg. En vervolgens ben jullie ook van nu Dalsen en de Noos komende echte Olduzenaren. Want, want jullie zijn heel actief in allerlei organisaties in West en nog. En één daarvan is het dorpsblad De Vechtaaier. Ja. Daar heb je mee op poort. Ja, en die naam, die Vechtaaier, waar we het allemaal over eens. Want dat hij in het logo van het Vechtaal zit, dan kun je mensen wel om aanspreken. Want vanuit Hardenberg is het toen enorm druk oefenen op deze weg. En dan wil ik ze zeggen, jullie hebben ook die Vechtaaier in het logo staan. Waar ben je mee bezig? En ook ten opzichte van de gemeente, denk eraan door Bleutendag. Goed maaibeleid, want is die in het logo? Ja, dat verplicht ook. Als je hem durft ook op dorpsbladen zetten, dat je iets meer druk kunt uitoefenen. Ja. De overheid. Ja, dat was dus dat niet zo, dat kunnen ze verjachten, maar er was geen dorpsblad in Olduzen, er was wel een Dalse krant en een maskramer, dus waarom moest er nog een blad bij komen? Ja, Honas had ook al een dorpsblad. En dan ga je dan een keer zien, wat leuk is dat eigenlijk, kleinschalig. Nou ja, dat is ook gewoon een leuke beleving. Nou, daar goed te lezen. En die houdt de vinger aan de pols van hun eigen nieuws. Ik heb hem hier liggen, hè? Mag ik hem pakken? Ja hoor. Dit is zo'n Vechtaaier. Ja. En het is, wat is het voor blad? Een dubbel A3? Zie ik dat goed? Ja, dat is volgens mij wel, hè? Met de achterkant. Ja. Hij verschijnt één keer in de 14 dagen. En wat doe je erbij, Willy? Nou, wat is mijn rol erin? In de redactie. Enkele keer maak ik ook een column, dat doe ik om de beurt. Ja. En, Ik heb even bekeken natuurlijk op internet, dus die de column van u op. En daar gaat het over het toneelspel. Maar dat is ook een element die doet leven. Ja. Dat is al begonnen op school ook net. Ja. En de toneelvereniging in Den Oost was er toen nog. Ik heb nog een Jorva daar mee gedaan. Ja, precies. Nou, en in de column daar las ik dat jullie als toneelclub Oleu, dat is de toneelclub van Olduzen, waar je al heel lang lid van bent, ja. Daar in het Duitsland gingen. Ja, klopt. Om een toneelstuk te kiezen. Ja. Hoe zat dat in elkaar? Nou, het oorspronkelijke dialect van Oost-Nederland, daar werden beide kanten van de grens gesproken, waardoor ook vaak toneelstukken ook gewoon aan beide kanten van de grens gespeeld wordt. En toen kwamen we erachter dat in, hoe heet het plaatsje, door achter Hardenberg. Ieterbeek? Ieterbeek was het, ja. Die speelde hetzelfde toneelstuk dat Oleu gespeeld had. En dat leek ons leuk als jaarlijks uitje weer had naar toneel in Duitsland. Ja. Op een zondagmiddag. Een stuk aan jullie hier in Wiegelaar speelden. En daar speelden ze door ook. Ja. En wat was het verschil? Nou, dat verschil is niet zo groot, want dat grensdialect, dat leek heel veel op Twents. En zoals we net doorspulden, dan waren het heel goed te verstaan. Het zijn een keer over politie of zo. En er was de jongere generatie, die probeerde wat meer Duits dan de oudere generatie. Maar verder kon je er prima volgen. Ondanks dat je al, las ik in de column, heel snel met de borrel moest beginnen. Ja, dat deden ze door. Dus je begint met de borrel. Ja, dat is dan weer anders dan hier. Dat was echt anders dan hier. Dus je gaat echt een uur van de vuur in een zaal zitten en dan... Lekker glaasje. En in de pauze kon je koffie met gebak bestellen. Dan kon je het direct van de vun bestellen. Ook koegen erbij. Koegen erbij. En dan ondertussen kwamen ze dan regelmatig weer met de karren met drank langs. Dus daar ben je hier iets bescheidener in. Ja, dat was echt wel bijzonder. Ja. En was dat ook een stuk bij jezelf geschreven, maar? Nee, dat niet, nee. Want dat hij wees dan? Ja. Want je hebt, dacht ik, bij de toneelvereniging meespeeld. Ja. Regisseerd. Ja. Zelf geschreven, soufflen, je hebt zo'n beetje alles dan. Vingeren misschien wel. Ja, dan kleine handen van die. Maar door de Jon en ja, dan kun je dat toch. Daar heb je ook wel eens andere dingen mee doen. Ja. Dus je hebt meerdere stukken geregisseerd. Ja. Maar ook zelf geschreven. Ja. Nog meerdere? Ja, inmiddels wel. Ja, daar kwam ook, het moeilijkste vind ik altijd een stuk uitzoeken. En dan kreeg je boekjes bestellen van uitgever, stapels. En dan was het toch zo vaak heel veel beter dat het helemaal niet geschikt was. Het was zo moeilijk om iets te vinden waar je zelf achter kunt staan. En dan waren je maanden bezig. En maar weer boekjes doorlezen en dan met anderen het lezen.
En dan ben je dus een beetje moedeloos van dat er zoveel stukken zijn, denk ik, wat moet je ermee? Dat je op een gegeven moment zei, nou, dan kan ik het zelf ook wel. Ja, dat moet je ook doen. Ja. En dat heb ik op een gegeven moment wel gedaan. En gelukkig heb je dan die ervaring door de Johan en hij weet, het moet wel te doen wezen. En je moet ook de rol... Hoe die dan op? Nou, dat de rol ook niet te groot, niet te klein en... ja, dat je zoveel mogelijk mannen en vrouwen allebei leuke rollen hebt, want het is ook nog wel eens een mannenrol met komisch en de vrouwen met de boze schoonmoeders, zeg maar. Nee, dat moet eerlijk verdeeld. Iedereen moet talent kunnen gebruiken. Dus daar heb ik wel veel voor. Schreef je het dan ook al een beetje met het oog op de spelers? Ja, je bent toch in gedachten wel met, toen waren we met Oleu bezig. In gedachten wel. Jij denkt van, dit is een mooie rol, ja. Ik toch Geert Jan B. of noem maar wat. Dat wel, maar het is als je eraan begint, hij niet het hele verhaal in beeld, het groeit. Ik heb ook bij jou over de dalen. En dan waren we eens bezig, oh ja, nu moet het zo verder. Anders en is het stuk ook in boekjes formule ging ja, en verspreid? Ja, uiteindelijk wel, want toen ging het hier heel leuk in de winkelaar. Ja. En als ik een keer contact heb met de uitgever, oh ja, dialectstukken van ze wel hebben. Dus ja. En nu had het hier nog steeds nog wel gespeeld. Dus moest je toen ook helemaal zelf uittikken? Dat was al gebeurd, hè. Ja, maar allemaal het zat ook alleen in dialect. De computer, ja. 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 Maar inmiddels heeft uitgever gevraagd om het ook in het Hollands te vertalen. En toen dacht ik, oh, dat doe ik wel even. Hoe heet het stuk eigenlijk? Dat ging over Zorgboerderij De Drie Gebroeders. De Drie Gebroeders? Ja. Zorgboerderij, dus dat is ook alweer een modern stuk eigenlijk. Ja, want ik denk dat het allemaal altijd in het verleden met spullen dialect ding vind, dat ben ik niet voor, want ik moet nou ook leven. Hmm. Maar een sterke punt in die boerenstuk is natuurlijk altijd de erfenis, de ongetrouwde boeren en allerlei vrouwen op het erf. Dat is wel een succesformule. Maar dan wil ik toch een keer iets anders doen. Dus die thema's zitten wel in, maar dan toch helemaal in de moderne tijd. Dat vond ik wel... het moet wel niet echt iets opgepoetst van vroeger weer, maar midden in deze tijd. Ja, dus je hebt het nu ook al zien spullen de andere toneelvereniging. Ja, en dat is leuk. Dat heb ik nooit weten dat zo leuk was. Dat is wel apart, hè? Ja. Dat je eigen want dan stuk zie pas, ziet opvoeren. Ja, dan zie ik pas wat elke toneelvereniging er zelf in legt. Hoe ze dat helemaal op een eigen manier doet. Dat vind ik heel knap. Ja. En dat ze mannen rond en vrouwen. Neem eens een voorbeeld, wat denk je dan aan? Wat anders was dan dat ze hier doen? Dat ze wel eens een mannen rond en vrouwen spul, wat trouwens heel goed kon. En verder is het, die een speelt dit uit. Hè, die maakt er enorm van. En de ander heeft weer een ander thema wat ze enorm uitspult. Er was ook op een gegeven moment dat die vreegezelle boeren, op een gegeven moment die jorig en dan een gebakje en dan nog een. We hebben een plek geweest, die had er vier op toneel. Terwijl eten op toneel heel moeilijk is. Maar die moet aan de rol denken, moet praten. En die geeft zo weer in die deus naar... Was niet in Duitsland? Nee, dat was niet in Duitsland, nee. Dat was in Gelselaar, in de Achterhoek. Maar dat was zoiets dan helemaal uit de spel was en de zaal dubbel ligt. Ja, en de ander heeft weer iets heel anders, wat ze er in u ligt. Leuk. En dat ligt ook aan de acteurs die rol hebben, wat ze eruit haalt. En dat vind ik ontzettend knap. Ben je op het moment nog bezig met het toneelstuk? Ja, ik ben nog wel weer bezig, maar het vraagt wel heel veel concentratie. Hè? Het is nog niet af, ik ben nog een tijdje bezig. Wat wordt de titel? Kun je alvast een tipje oplichten? Nou, dat is de derde. De tweede. Die is in Metzoek bij de uitgever. Ja. Maar als schrijvende kwam ik erachter dat er 11 spullen aan meededen. En nou ja, dan kun je dat niet meer veranderen. Maar dat is voor toneelvereniging is het iets moeilijker. Want een stuk of 8 spullen is toch wel gangbaar. 11 is wat veulen. Dat is een beetje veulen, ja. Ja. Dus ik weet niet of... maar dat wacht ik wel af. Ik kreeg er vanzelf een bericht van. Maar de spullen. Titel van de derde is nog niet bekend? Niet echt, nee. Nee. En die tweede, dat ging over een natuurvereniging. Die dus als vrijwilligers een natuurgebied die beheert. En natuurlijk in conflict komt met anderen die er ook wat mee wilt. Dus ja, ik heb weer een actueel thema. Leuk. Ja. Dialectscream is een kunst op zich. Want ja, er is heel veel discussie altijd over. Ja. Hoe moet je dat doen? En
Heb je een bepaalde leerschool aanhouden voor uw schrift? Ik heb het best wel aanhouden dat je het niet te moeilijk moet maken. Het is natuurlijk heel leuk om hele ouderwetse woorden te gebruiken, maar daar heb mensen tegenwoordig niet meer wat mee. Ik doe dit een beetje algemeen dialect, zeg ik dan. Het is echt lekker plat praten, en vooral die mooie woorden en uitdrukkingen die moet je er wel in houden. Maar niet te moeilijk doen. En je kunt gewoon discussiëren over de manier waarop je schrijft. Ik denk altijd zo leesbaar mogelijk. Dat vind ik heel belangrijk. En wat vind je dan, nou, nu eens een paar mooie woorden waar je zegt van, dat heb ik de laatste keer in de stop, dat vind ik echt mooie dialectwoorden. Ja, de humor is in dialect ook anders. Want doordat die uitgever wel die stukken vertaald werden in Nederlands, kwam ik er pas achter. Dan denk je van, nou, de kant is er een beetje af. Hoe kan elke vereniging dat wel weer op zijn eigen manier invullen? Ik vond het iets saai hoor, in het Hollands. Die zeggingskracht van bepaalde uitdrukkingen van dialect, ja, heel moeilijk te vertalen. Of helemaal niet te vertalen soms, waardoor je het dan iets anders doet. Dus iets simpels als, wie zegt hier van, nou dat is heel slim. Als het eerst heel erg is, nou dat kun je in het Hollands niet doen, want dan snapt ze het niet meer. Dus dit, ja. En daar ben ik bij meer voorbeelden van. Waardoor je toch iets algemener wordt. Dialect ging je wel aan het hart, hè? Want ik ben ook lid van de dialectwerkgroep of dialect-IT-groep. Ja, ik ben niet echt lid van, maar ik heb wel eens in de Maarten dialectmaand het dialect-IT geschreven. Precies. Ja. Ja, en dat is wel een uitdaging, want er komen allemaal mensen op af die, dit bent de echte. Die kent al die oude woorden en die gehoord ervoor, die wil winnen. Dus je moet het wel een beetje pittig maken, een beetje moeilijk maken. Ja. En graag je dan alleen in je eigen hersenen of door bronnen? Nee, ik heb wel je door de jonge notities gemaakt. Ja, ik ben old woord hoort van iemand en ik denk, oh ja. Ja, die moet erin hebben. Is er in Dalsen en Luzen, is er documentatie voor het dialect in vastgelegd is? Ja, in de bibliotheek kun je alles wel vinden. En je hebt dialectschrijvers natuurlijk. Die bundels, het geeft me verhalen. Maar echt een woordenboek, zeg maar. Een woordenboek. En dan weet je dat hier ook in de gemeente? Ja, er was al een Sallands woordenboek. Maar de IJssel Academie heeft dat later ook nog weer heel erg mee aan het werken best. Ja. En internet tegenwoordig, hè. Iedereen kan er ook zien woorden inzetten van. Ja, ik heb hier het woord kadolstermannegie gebruikt. Kadolstermannegie? Ja. En dat is een winterkoninkje volgens mij. Ja, dus ja. De historie, daar ben je ook druk bij betrokken. Ja. De historische werkgroep. Oud-Leusen, hè? Ja, werkgroep van de historische kring in Dalsen. Dit is weer een onderdeel, zeg maar, van de historische kring Dalsen. Dat is jullie paraplu. Ja, maar dat heeft toen nooit een dorpsplan naar West. En dat was ook de wens van de historische vereniging. En toen hebben we een paar keer een fotoboek gebracht voor plaatselijk belang met een jubileumjaar. En toen is het vanzelf van, hoe ga je verder? En dan ligt het ons dat beter om onderdeel van de historische kring in Dalsen te worden. Want uiteindelijk, Hurrie Dorbee, die heeft een prachtig blad. Wees zelf een blad uitgeven, dat is verschrikkelijk moeilijk. Dus, rondom Dalsen? Ja, werken we samen met Dalsen. Maar de historische werkgroep Oud-Leusen heet het dan? Ja. Die is dan ook al historisch inmiddels, 88? Ja, dat zou wel zo'n beetje. Daar ben je nog steeds lid van? Ja. Dus al heel lang? Ja. En wat doet jullie? Dat is een klein clubje mensen? Ja, maar we proberen artikelen aan te leveren voor het rondom Dalsen. Dus door de jaren met heel wat oude Oud-Leusen en interviewd. Daar maak je artikelen van. En ik probeer ook mee te werken aan het boerderij- en veldnaamonderzoek. Een heel groot project. En fotomateriaal. De leukste foto's vind ik van het eerste fotoboek dat we maakten. Toen hebben we geprobeerd alle huizen die aan de Hessenweg stonden in Oud-Leusen op de foto te krijgen. Want er is in de jaren 60 ook al het een en ander afgebroken. En het oude beeld, en dat is gelukt. En er was een hele oude B van Café Wolfkamp. Restaurant Partycentrum Het Boskamp. Net zo gevarieerd als de natuur zelf. Prachtige foto. Ook wordt de familie Butenstiet. Met de bakkersknecht met zo'n transportfietsen. En een klein jochie met een kinderfietsie. Dus ja, dan denk je in de jaren 30 van de Heurier toch al een kinderfietsie. Dat zijn mooie foto's. Ja.
volgens mij een stukje geschiedenis, maar liefst in het dagelijks leven. Want allemaal met de kneepjesmussen en allemaal opgedoft, heel mooi. Maar diezelfde mensen die een keer gewoon op het erf liepen met z'n ogen goed, ja. Dan leeft het. Ja. Ja. Maar er worden net de foto's vaak in ieder geval gemaakt. Nee, maar die bent ook bijzonder. Ja, de rug bent ook bijzonder. Ja. Maar ook vaak met oogsten natuurlijk, op het land aan het werken, dat al iemand door een keer een foto van hem maakt. En alle films bent die er ook van al dus? Ja. Niet zo goed volgens mij. De moeder nog eens even achteraan. Ja, ze bidden waarschijnlijk wel. Als je nog alle films bindt, mensen, dan meld je even bij Willy of bij mij. Ja, en van de Wiekelaar natuurlijk. Ja. Er zijn een paar films van. Wanneer, hebben jullie ook een grens van wat is historisch? Wanneer is een foto interessant? Qua jaartal? Nou, maar die grens kun je heel erg optrekken, want we hebben dan één keer per jaar een arm daar weer al de foto's laten zien. Laat erin zien van 20 jaar geleden. Dit is alleen maar het snelle van deze tijd. Dan is iedereen nou, goh ja, toen. Wat leuk, ben je toen mee? Ja. Maar ook die dingen die fotograferen, zoals dat door die tijdelijke brug over de Vecht. Kijk, de leden van de werkgroep, die maakt een foto van. En af en toe zeg je, oh ja. Die bruggen die er nou over de Vecht liggen, ja, hè? Met het transport van al dat zand. Transport van de grul. Ja. En er zijn meer dingen die al heel snel weer leuk wordt, als je dan bijvoorbeeld die terug ziet. Dan is dat weer geschiedenis. Ja, en de hele oude foto's met heel oude mensen, dat is wel prachtig. Maar als je in een aanbouw zit en er zit 60ers, 70ers, die weet dat ook vaak niet meer. Dan denk ik, wie bent het? Ja, dat kan, je kunt er overheen. Dan heb je een andere waarde. Ja. Maar voor zo'n gezellige arm van een oude waarde, een keer met oranje feest. Maar dat doe je dan met die foto's ook, hè? Eén keer of twee keer en al in een arm? En ook in maat vaak. En dan daar weer wat nieuwe materialen. Dan presenteer je ze op groot beeld, groot scherm. En dan probeer je wat van te vertellen. En wat er dan weer binnenkomt is. Trek van de volk? Ja, dat is een man of 50, 60. Komen we wat meer, maar dat is misschien ook wel groeiende. Maar het is gratis toegankelijk en vrije gift. Dat spreekt wel nog. Ja. En in de afsnoep ze dat ook elk jaar natuurlijk. Ja. En die... het is ook een groeiende club natuurlijk die door belangstelling heeft. Ja. De mensen wordt gemiddeld genomen wat ouder. Ja, maar we proberen toch ook wel veel op de jongere generatie. En ik ben er ook al wel eens tegengekomen. Wie zijn niet in de zaal? Iedereen bij mijn homekamp. Ja, als bestuur van de CPE of zo. Heel lang. Bij jullie in huis. Ja. Kijk, en dat. Ja, dat verwacht je verwacht u zelf toch niet op toe, denk ik. Hey. Maar we hebben gehad dat er iemand zijn moeder zag en de kinderen. Zo kan het dus. Die kinderen dan als heel kleintje worden. Oh, zien één kinder. Eén kinder en de moeder. En de moeder, ja. Drie generaties. En dat vinden we dan leuk. Dat je ook die wat toen al kleutertjes waren en die nu 20, 30 bent. Ja. Dat je die dan ook ziet. Ja. Ik vind het zo leuk. Vaak kun je in de foto al ongeveer zien welk jaartal het is. Ja, en de kleren. Qua kleding en kleurstelling van de foto's. Ja, een hele collectie van wat Wim van Lente ooit voor de Delftse kranten maakte. Daar heb ik ook heel veel u gezegd. Toen ben ik bij de Delftse kranten met. Ja. En dat is natuurlijk die foto's die bent in de Delftse kranten komen en ook waar het niet meer maken meerdere. Heel veel mensen die kent die foto's niet. En dan staat ze zelf op. Kom hier dan. Ja, het is echt leuk. Ja. En die collecties van verenigingen, dat wordt ook steeds waardevoller. Verenigingen hebben ook vaak fotoalbums. De kerken hebben fotoalbums en dingen bij album. En die wordt op een gegeven moment ook steeds leuker. Ja. Nou, ik ben heel blij dat ik heb met van het bestuur van de historische kring ook de ruimte gekregen om foto's te gebruiken in filmpjes en dergelijke. Ja. Want ik vind het ook fijn dat meer mensen kunt genieten van die foto's. Ja, en dat is natuurlijk ook het zoeksysteem in het historisch centrum in het Trefkoel ook bedoeld. Ja. Dat mensen met tref worden kunnen zeggen, ik zoek die namen, of die boerderijen, of die scholen. Dat die foto's kunt iedereen die kan gebruiken. Ook op het internet. Ja. Maar dat is blijft een beetje moeilijk, want sommige mensen willen dat niet. Die willen dat een foto een keer in een blad komt of wat dan ook, maar dat die dan op internet komt, dat vindt ze een beetje eng. Hmm. Dus dat zal altijd een beetje een discussiepunt blijven. Kunnen we dit echt overal publiceren? Maar ja, zo gauw hij het uit de computers inbrengt, in het systeem, kan het alle kanten op.
En dat is natuurlijk voor geschiedenisvastlegging ook het mooiste. En het is ook heel mooi als je foto's hebt die dat publiceert en dat dan iemand zegt, hier is dit mijn moeder op. En ik ken die foto helemaal niet. Iemand die jonge moeder verloren heeft. Ja, dat vind ik geweldig. Leuk. Dan denk je van, die persoon doet er nou plezier mee. En een ander die zal zeggen van, hé, hoe kom je aan die foto? Dat kan. Ja, dat was niet de bedoeling of zo. Nee. Ja. Nee, als naaktfoto's vindt of zo. Ja, voor mij hebben we die niet. Oh. Nee. Maar ja, ik ken ook de hele collectie niet, dus je weet het maar niet. Maar wel heel goede zwembadfoto's natuurlijk, maar goed. Het begint al iets pikanter worden. Algemeen geaccepteerd al. Oh. Plannen nog met de historische, zit er nog wat op stapel? Of iets bijzonders, ja. Een nieuw boek? Ja, weer de geschiedenis van Alleuzen ben we ook wel aan het vastleggen. Maar goed, daar heb Wim van Lent in zijn boek ook alweer hele grote stappen mee gemaakt. Maar natuurlijk is Alleuzen verschrikkelijk oud. Ja, die opgraving in Dalfsen, dat is uniek wat er uit de grond komt. Maar het werd ook wel verwacht dat er wat zat. Maar hier zit het ook, al die S-grond, die nederzetting lang vroeger toch vaak om de 2 kilometer had je weer nederzetting. Hier naar Dalfsen, Welsen, Alleuzen, ja, daar 2 nederzettingen op Holt S. En dan kwam Vassen nou weer om. En overal zit wat in de grond. Dus als ze dat ooit allemaal nog eens onderzoekt, dan... Waar is Alleuzen precies begonnen dan? Ja, bij de Landskroon. Maar aan de Vechtje, die wat nu de oude Vechtarm, was toen gewoon een bochte. En door heeft ook een soort kade best het haventje van Alleuzen. En dan naar de Hoge Eschon en door was de oudste bebouwing. Je kunt dat aan de Landskroon nog wel zien. En daar heb je echt die oude boerderijen liggen. Maar er was vroeger vaak ruzie over grenzen, hè? Dat de grenzen waren met Greffertjes, de guttenmaker, hè? Wen die Annegeem. De guttenmaker? Die maakten de Greffertjes in het veld en dat waren de grenzen. En er was natuurlijk geen vast systeem, dus er was heilig. Iemand die door aan ging veranderen tot eigen baat, die werd streng gestraft. En met steen werden neergelegd. Maar hoe werkt het? Ja. Want ik ken wel hier de naam, de guttenmaker, ja. Die leeft hier nog voort. Ja. Bij je familie? Ja. Maar ik begreep, er is dus een boer hier en een boer door. Ja. En die bindt het niet eens over de grens. Ja, dat kan heel gauw gebeuren. En dan wordt de guttenmaker een soort rijdende rechter. Ja. De bijhaalt. Ja, die had ook die Greffertische graan. Maar ja, Greffertische met ploegen kun je... Die moest het zelf ook spitten. Ja, met ploegen kun je ze ook nog maar weer... Het was... Geen waterdicht systeem, er was heel veel trammeland over. En daar kom je nog eens tegen in die onderboeken. Dat, mensen zich toch niet aan de regels hielden. Toen ook al? Ja, ja. En die hadden toen vroeger natuurlijk de marken, en de marken van Leuzen. En dat was ook een systeem van onderling overleg, eigenlijk alles gemeenschappelijk. Het werd zelfs als een soort communisme, alles was gemeenschappelijk. En dan moest je aan de regels houden. En dat was ook wel terecht, want hij dit niet deed, dan met de boel vernield, dan kreeg je roofbouw. Maar één hoe één, je woont hier nou vanaf 1970. Ja. Dus dat is inmiddels ook onder de grens van wat jullie interessant vinden als historie. Maar je kunt er nog wel iets herinneren, die Johan 70, 80. Ja. Hier in de streek. Oh ja, zeker, ja. Dat iedereen er nog wel vee had, dat waren echt bijna allemaal boeren waar die woonden. Sommigen met een paar koeien, de meesten werken de vee. En dan allemaal melkbussen aan de weg. Dus het begrip boer was heel breed toen. En ik ben er maar een paar overgebleven. Jullie waren in het begin de enige burger misschien wel? Ja, dat denk ik wel. Hoe waren die toen? Veranderen toen best snel. Hoe lag dat toen? Waren die ook een soort apart behandeld? Nee, we werden ontzettend hartelijk ontvangen. Dat was echt... We waren hier nog aan het verbouwen, kwam er al een buurman aan de raad. Zo, ben jullie buren wanneer? En nu achteraf denk ik hoe belangrijk dat is. Toen ben je ook wel officieel buurt, want dat is hier nog wel een ding, hè? Maar er werd toen wel gezegd van, officieel, dat geldt niet voor jullie, want dat gaat om het helpen met het boerenwerk. En, dat was dan toch een verschil, dus je hoeft niet officieel aan buurt aan te nemen. Nee, dat is toen ook nooit zo officieel vastgelegd, nog steeds niet zo. Nee? Nee, iedereen doet het maar, hè? Maar helpt met begrafenissen, dat... Het was wel heel opvallend dat wij als jonge mensen kwamen in een buurt met bijna allemaal ouderen.
En van begin af aan, ja, waren er dus wel begrafenissen. En de buren deden alles. En daar ging ook altijd al meer dan. En jullie? De vrouwen? Ja, de vrouwen die gingen koffie schenken. Vrouwen koffie schenken? Maar omdat het een oude buurt was, hij stond niet genoeg buurvrouwen die nog goed ter been waren. Dus dan moest er al wat van elders bij komen. En ja, een ervaring van u dat sierroom, dus die kon er goed in. Ja, ja. Maar dat was ook wel een manier waarop je de mensen blind kende, hè? Mm-hmm. Ja. Maar voor hen was het betekend, het helpt met dragen en alles. En omdat het nog wel eens voorkwam in het begin, dan vroegen vrede. En toen zei zijn baas een keer van, ik vind het eigenlijk wel uniek dat je dat doet. Je kunt ook wel vrede einde verkrijgen. En dat vond ik heel mooi. Ja, heel gezonde. PTT. PTT die was die stelt zaken beschikbaar voor de noberschap. Ja, dat, zo was het in feite wel. Is wel eens gebeurd. De goede oude tijd. De goede oude tijd, ja. Ja. En buurvisites, die waren er ook nog. Ja, nou ja, dat werd toen nog wel minder hoor. Met New York. Het was meer met New York dat dan smans voor onze buurman kwam, de oude buurman. Die kwam New York en die ging zitten en die vertelde naar Nine de oude verhaal van vroeger. Was geweldig. Wie was jullie buurman? Harm Bonte. En die kon vertellen. En al die Neo's dachten dan bus in aan kwamen. En dan ging je zitten en het begon direct. Waar begon er dan over? Van alles van vroeger wat er meegemaakt had. En in het begin was het wel moeilijk, maar je nu mam een naam op. En dat is. En hier was het ook nog wel gebruikt dat vrouwen heel lang bij hun meisjesnaam benoemd te werden. Dat was best geëmancipeerd eigenlijk, maar dan wist je weer niet wie dat was. Nee. Ja. Dus heel lang was zo best dat een vrouw werd al die beren meisjesnamen noemd. Kijk, en dat hebben we nu officieel vastgelegd. Ja. Al wat hebben we er voorop? Die lucht voorop, ja. Ja, maar dat was dus in het begin wat moeilijk van wie is dit? Of bijnaam, maar natuurlijk nou. Maar dat was wel heel leuk. Je hebt niet gevoel dat je hier als import absoluut zenuwen? Nee. Maar dat zegt dan ook wel, als hij van buiten komt, kom je er nooit tussen in het dorp. Ja, ik vind dat groot onzin. Maar het kan natuurlijk wel voorkomen. Maar niet iedereen voelt zich over het huis. En het was wel een onrustbaar, zeker toen met scholen, dat mensen me vaak wisten wie waren. En die gewoon door en door, hè. En dan wist ik niet wie daar waren. Er werd wel over gepraat. Ja, het is voor de mensen die daar gewoon makkelijker om moeten kennen dan zo. Dat is zo. Maar ik denk dat ook nog steeds, voor mij is Arjens komt te wonen, ook in het buitengebied belangrijk is. Je hoeft niet te zingen in de buren van buurvisites, maar meld u hem aan, geef hem een hand. Want mensen die dat niet doen, die hebben zo'n laatste spiet van. Dan denk je, ja, waarom moet ik dat doen? Ik moet niks. Maar dan is er een keer iets in de buurt en dan sterfgevallen en dan zeggen ze, ik wil zijn mijn mens van. Je hebt ook Johan in het bestuur van Plaatselijk Belang gezet. Ben je ook voorzitter van de West? Ja. En was het ook niet zo dat Plaatselijk Belang op bezoek ging bij nieuwe inwoners? Ja. Als een soort welkom en ook een beetje die introductie misschien? Ja, en het was wel opvallend. Dan vroeg je ook lid van. Nou, dat kost al die weinig. En dan waren de meesten die, ja, die waren lid van. En ook bij mij zeiden, nee. En dan bleek toch wel vaak degene die echt geen lid waren, want later ook moeite hadden in het dorp. Zich niet aansleuten of wil iedereen natuurlijk vrij in is. En het was toch wel even die erkenning van een klein dorp, die heeft in zo'n vereniging nodig, dat betekent wat, ik doe mee. En dan zou de Oranje Vereniging zelf eigenlijk, je hoeft niet mee te doen, maar even die erkenning, dit dorp is belangrijk in dit dorp. En dat in de praktijk was dat ook vaak zo. Ja. Plaatselijk Belang, daar ben je Johan druk mee geweest. En wat speelde er in die Johan Billy? Wanneer waar je doorheen bestuurde? Rond 2000 denk ik. En toen begon dat ook met die Hessenweg, dus dat tot op de dag van vandaag. Een enkel punt maar verder. Ja, waar waren we dan mee bezig? Die ding. Het vaststellen van een voorziening. Dat is van kleine kern erg belangrijk. Maar in de praktijk wel moeilijk. Kijk, als de Rabobank zegt, ga weg, nou die riep me overal weg, dan heb je niet veel benen om op te staan. Hm. En een bibliotheek, dat hij dan weer gelukkig het cultuurhuis, het dorpshuis, dat je alles bij elkaar in kunt doen. Ontzettend belangrijk, dan haal je weer dingen vast. En komt er zelfs soms nieuwe dingen bij, zoals we nou fysiotherapie hebben hier. Dat is heel belangrijk. En door verknokken. Die voorzieningen en opluizen heeft het ook altijd niet in de scholen waar we kregen, hè, met de sporthal. Dan werd er wel gezegd, ja, niet haalbaar.
Ik denk dat dan weer de boel op Luzen en de Hoorn recht overeind gaat staan van niet haalbaar. En dan knokken met elkaar als vrijwilliger en dan lukt het toch. Ja. Ja. Zo het plaatselijk belang heeft ook al die systemen wat in de groei, het bloeien van de Wiekelaar. Ja. Ja, zeker, maar ook nieuwbouw. Probeer een huizenbouw te krijgen. Huurwoning en de appartementen. En was het dan een gevoel toch van een strijd tegen het gemeentebestuur bijvoorbeeld? Nou, dat zo werd het misschien wel zo, maar dat is het niet. Het is een strijd tegen de tijd, vind ik. Hmm. En de kleine kern heb het niet makkelijk. En we zitten hier, dat zit dicht bij Zwolle. En daar profiteer je toch eens van dat je aantrekkelijker blijft. Mensen die, je wilt hier bij komen wonen, want dicht bij de weg, dicht bij Zwolle, toch kijk ze nou. Als je echt in een uithoek ziet, dan verlies je de strijd, denk ik. En dan zie je in Friesland en op meer plekken. Dan ga je door de school alles weg en weer heb je nog een lekkere bloeiende school. Peuterzaal. En ja, de supermarkt. Supermarkt, ja, dat is ook heel bijzonder. Dat je een eigen supermarkt hebt. En dat is ook van uw plaatselijk belang altijd op haar met mensen gewoon er naartoe. En hoe mensen denken, ja, maar ik haal liever in één keer in de week en de boodschappen. Dus we komen bij begrip van, maar kom ook hier. En deze supermarkt haalt die ook in stand met elkaar. En dan is het niet veel zelf dan, waarvoor degene die niet meer zo mobiel bent, dat ze aan zijn kunt. Hè, dat ontmoetingspunt. S'avonds mannen in de supermarkt is altijd super gezellig. Iedereen in de laptop opkloppen. Met de kinderen. Op klomp, no nog? Ja, ik zie nog eens mensen klomp. Ja, je bent er nog? Ja, dan ben ik nog geen ouderen. Ontmoetingspunt, gezellig en dan met de oliebollenactie in Oldenheden. Dan zet Dirk staarttafel buiten, kan de koffie erbij. En Dirk zal het niet liggen. Die is een enorme betrekking op. Dirk Wernemaas, bedoel je van de supermarkt, hè? Van de supermarkt. Die is een enorme betrekking op gezelligheid in het dorp. Geweldig. En dat is heel belangrijk. En dus dan moet je helemaal op naar de supermarkt holt. Maar niks schiet vanzelf. Iedereen moet eraan meewerken. Ja. Ja. Ook voor de vergeten boodschappen, dat vindt Dirk helemaal niet erg. Kom er maar. Je neemt vanzelf wel wat meer mee. Ja. Ja. Erg belangrijk. Je bent druk met Alduzen, daar weet je alles van en ook van de omgeving. Maar je hebt ook een activiteit in Roemenië. Ja. Of een hart, dat weet ik niet precies meer. Nou, maar dat is ook leuk om iets van te vertellen. Ja, dat giet vanuit de kerk, giet hij. Uiteindelijk is Alduzen ook rondom de kerk ontstaan. Hè? In 1952 kwam er een echt kerkgebouw. Er was dus een klein evangelisatiegebouw. We kregen een eigen kerk. En toen kwam ook de Wiekelaar. Dus dat is echt vanuit de kerken gegroeid. De Wiekelaar was ook eerst van de kerk, hè? Ja, het was het dus zonder kerk. Kerkelijk centrum, zeg maar. Geen Wiekelaar. Ja, maar ook door de tijden is dat ook zonder veel probleem. Een dorpshuizen van, heeft de kerk het afgestoten toen de sporthal kwam. Dus ja, dat is altijd in harmonie gegaan. En de kerk die organiseert dan ook één keer in de twee jaar een gezellige markt om de kerk in. Die ruimte is daar heel geschikt voor. Maar de Roemenië-werkgroep is in de... Al voor de omwenteling is die uiteindelijk ontstaan in Dalfsen. Nog voordat de muur viel. Zeg ja, maar. Toen er de grote armoede en ellende was in Roemenië. Ja. En nog steeds gaat ze er elk jaar naartoe. En nog steeds gaat steeds meer anderen mee. Iedereen is mag mee. Vaste, er is geen vaste kern. Groep, ja, vaste kern. De werkgroep, zeg maar. Maar elk jaar gaat de anderen mee en dat lukt nog steeds prima. Zit die ook in die vaste kern? Nee, of in die... nee, dat doet Henk. Oh. De vroeger heeft er wel eens ooit vanuit de kerkenraad in gezeten. Maar het samen op wegproces, de gemeente werd groter. En ook vanuit de oorspronkelijke gemeente gaat mee. Wat nog steeds als een unieke reizen zien en mensen een eye-opener. Dat wij door allemaal ziet. En dat de tijd van de jaren 50 door nog helemaal leeft. Hè? Ja, waar denk je dan aan? De wc-buurten. Maar dan wel op platteland. Hè? De steden ken je niet meer. Die bent helemaal moderniseerd. Met bedrijven, treinen, rondwegen. En geweldig ook. Nou, platteland veel minder. Maar jullie hebben een aantal vaste gemeenschappen op het platteland? Nou, dat wisselt wel. Want er is ook altijd geadviseerd. Na een aantal jaren moet je het zelf doen. En dan zoek je een ander project op. Maar ja. In één dorp is ook een...
van een oldschool dorpshuizen maakt. En dat is een groot succes, want er zat een heel actieve predikant en mensen om zich heen. Die hebt dan wandelroutes en culturele dingen ontwikkeld ze dus. En in dat dorpshuis bij slaapgelegenheid en dat loopt als een trein. Maar dat, er zijn te veel dorpen in Roemenië, te afgelegen, die hebben denk ik geen toekomst meer. Dus ook door weer de dorpen rondom de steden, die redden het nog best. Maar zo hoor je echt in de Karpaten, in het achterland komt, verdwijnt alsjeblieft ouderen over. Ja. Ja. En je bent er meerdere keer in de West? Ja. En dan zie je ook op het platteland wel verschil? Enorm. Nou, op het platteland minder, maar er komt riolering, waterleiding begint voorzichtig te komen, gas, aardgas, wat de mensen dan vaak weer niet kunnen betalen. Maar ja, een vuilnis ophalen, een bushalte, zie je soms ontstaan. En wat doe je dan? Breng je er dan ook kleding in? Ja, er wordt heel veel kleding verzameld. Is hier in Alblus met Gert van de Vecht op de Zolder wordt gesorteerd door een stuk of 12 vrijwilligers. En die wordt er verkocht. In het begin werd uitgedeeld. De dominee moest uitdelen en dan wij weg en naar de grootste ruzie. Dus de woning dominee is niet meer en dat is terecht. En nou wordt het al die verkochte opbrengst is voor dorpshuis. Maar er wordt nog steeds heel scherp op gelet dat de mensen die het niet kunnen betalen. Ook wat meer. Met knipoogjes wordt dat geregeld en die betaalt niet of nauwelijks. Je betaalt met geld of met knipoogjes, zeg maar. Nou ja, voor de echte arm, dat wordt dan niet al te opvallend, wordt die van alles toegestopt. En dat werkt goed, daar gaat ook fietsen naartoe. En dat is ontzettend leuk dat je zo'n dorpje bent en dan soms dat donker aan toe bent. Kinderen aan het fietsen, ouders twee kinderen leren fietsen. Er is nog weinig verkeer. Dan zie je ook weer dat beeld van hemzelf van vroeger terug op straat voetballen. En kan hoor nog. Ik heb bij iemand een spreuk die zegt, ik heb hier in Delsen een oude kasten. Ja, dat was natuurlijk geweldig. Of ken je die verhaal ook? Ja, dat was Bertus. Die ging ook voor het eerst mee. En er was een bezoek gekomen voor het dorpshuis in de keuken, een buffetkast. Dus die heeft iemand in de kringloop in Dalsen gekocht. En Bertus ging mee en die kon binnen het dorpshuis. Dit is mijn kasten! Ja, die had hij naar de kringloop gebracht. Dat is een erg mooi verhaal. Ja, het is ook bijna wel verklaarbaar, maar heel verrassend. Zie hij dat de eerste keer meegehoord. Ja, heel mooi. Ja. Sommigen komt u de kast en hij reist die kast achterna. Ja, dat is weer een andere variatie. Ja. De kast achterna reizen. Ja. Heel mooi. Ik ben ook best mee geweest, toch? Ja, ik ben er ook mee geweest. Ja. 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 Mooi tijd. Ja, met bijzonder. Maar toen was het allemaal nog modder. Ja. Mede door de weersomstandigheden. Ja, dat kun je treffen. Dat je, vooral in maart gingen ze in het begin, en ze hadden iets later echt mooi in feu, hoor. In maart het dooi in de sneeuw en dat zijn vreselijk koud soms. Brr. Ik kan de zomer weer beginnen. Extra triest. En dan wordt het heel triest van. Mijn veur bleut alles en loopt over kukenties en kippies. Ja. En iedereen is buiten en ze met lekker op de akkers en ze hebben de groente tuin. Laat ze alles zien. We leven ook af, we zamelen de tuinzaden in. En dan zie je er geweldige oogsten van komen. Ja. Tuinzaden in Nederland, poortaardappels, je bent zeer geliefd. Ja. Willy, bij de kerk, dat ging uit van de kerk, hè, Roemenië groep, maar daar ben je ook heel actief geweest. Je hebt ook Johan in de kerkenraad zitten. Ja. En dat is ook wel heel belangrijk werk, denk ik, zo'n kleine gemeenschap ook extra. Hè? Absoluut. Ja, in een kleine gemeenschap loopt het denk ik ook allemaal nog iets makkelijker. Maar dat samenbinden wat een kerkgemeenschap doet en omzien naar elkaar, die aandacht aan elkaar, bezoek mensen regelen. Ja, dat is in deze moderne maatschappij ook grondweerd. Maar ja, bezoek mensen, dat heet ook echt zo? Nou ja, je hebt de ouderlingen die bezoek, maar je hebt ook een hele grote groep vrijwilligers die bezoekwerk doet. Bij mensen die wat eenzamer. Contactdames contacteren. En die hebben wijken, hè, dus helemaal gestructureerd. En er wordt dan een kerst- en paasviering voor ouderen georganiseerd. Maar ook bezieken op bezoek. Dat is heel waardevol. Ik denk dat dat zal voor de hele maatschappij wel waardevol wezen. Je hebt natuurlijk de Zonnebloem, is ook zo'n club die doet het ook overal. Humanitas, even ook zien. Kringen, maar ja, dat is ook maar een kleine club.
En dan, ja, dan wordt het toch ja, veel mensen met eenzaam. Ja, dat is wel ontzettend jammer dat je dat soort structuren dan niet hebt op je steden. Ja, maar het bleef boeien, want ik heb afgelopen winter in een beroepingscommissie gezeten van nieuwe predikanten. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk werk. Een beroep? Zondagsmorgens met een groepje op pad, naar heinde en verre. En dan gooi je in huren? Dan gooi je in huren, ja, maar tegenwoordig moet ik eerst alles via internet al bekeken. Oh. Ja, vaak ook al een gesprek had met je. Je hebt ze al gescreend. Ja, want uiteindelijk is dit een aantrekkelijk gebied. Die had ook nog een fulltime baan te bieden als kerk. Dus de sollicitatie kwam maar binnen. En dan heel veel werk om dat door en dan een, ja. Toch nog een punt te komen. En maar dan gooi je echt nog, want het volume zit in, dan gooi je echt in huur. Dan doe je op een gegeven moment, je van die de 34 ga je er een stuk of ja, 10 over. Dat je zegt, toch gaan we nu echt een kerkdienst vol, live. 10 stuks? Ja, ik geloof dat we op een gegeven moment op 10 uur kwamen, die we allemaal bezagen. Dus je bent echt met de hele ploeg één auto vol? Nee, je ging niet, nee, dat was de grote groep. Dus je splitste nog wat op. En dan ging Jens naartoe. En dan kom je overal. Tot in Zunde toe, in Brabant, kerkje van Van Gogh, Burgwest. En we kwamen zelfs in Twente terecht, ens bij een kerkdienst. Daar hadden ze die zondag de gasten nu de nodig. Gasten? Ja, en wat waren die gasten van de katholieke kerk? Dat vinden we niet zo apart. Syrisch-orthodoxe christenen zaten er. En de imam zat er met nog iemand en een kind. En dat ging toch heel gewoon. En dat komt nu nooit in het nieuws. Als mensen heel vreedzaam met elkaar leeft, is geen nieuws. Hmm. Hè? Het extreme, dat krijgt nieuws. Dus dat zie je door dan. En dan denk je toch, ja, dat gebeurt. Alleen niemand weet het. Wat denk je dan? Dan denk je dan, jammer dat dat niet in het nieuws komt. Die dingen waar mensen het met elkaar heel goed uitkomt. Hmm. En het ja, met elkaar prima leeft. Je leest in de krant alleen maar dat dit soort groeperingen tegenover elkaar steekt. Ja. Ja. Dus dat was wel heel leerzaam. Ja. Hoe anderen het doet. Neem je dan een lijstje mee, een vinklijstje? Hoe beoordeel je dan zo'n zo'n predikant? Wel een vinklijstje, dan ging je later eens bij Van de Valk zitten of wat dan ook. Met de dominee? Nee, nee. Oh. Nee, die gesprekken die hebben we niet zo dan. Je vindt. Ze bedrijven allemaal in Dallas in de West, die predikanten, ter plekke een gesprek had. Dus meer de moderne sollicitatieprocedure, zeg maar. Maar als we eens aan Heuren de West waren, dan ging je daarna eens lekker koffie drinken met wat erbij. En dan ging je het allemaal afvinken. Ik ga nog eventjes terug, voordat we afgerond zijn, Willy, naar Henk. En die heb je al in verteld toen het eerste kind kwam vrij snel ja. Dat jullie hier wonen. Ja. Irene. Hè? Ja. En die heeft nog meer kinderen gekregen, ja. Zag ik net op een mooie foto. Ja, twee zoons en een dochter. Twee zoons en een dochter. En die Irene woont in Nieuw-Leuzen en Dennis woont in Oud-Leuzen. En wij zijn in Dalfsen, dus we hebben ze alle drie. Je hebt ze ook weer wat verspreid ja. Naar jullie al eigen gebied. Ja, helemaal. Ja, dus dat is heel bijzonder, voor kleinkinderen passen. Je hebt ook alweer kleinkinderen? Ja, 5 stuks. Ja. Ik heb ze hier op de foto. Ja. En die komt natuurlijk graag hier in dit mooie gebied bij opa en oma. Ja, de trampoline natuurlijk. Ja. Ja. Lekker ruimte. Ja. Ja, nee, dat is geweldig. Erg leuk. Is er nog een club of iemand in de gemeente Willy, richting afronding, die zegt van nou, dat, als ik een pluim mag uitdelen, dan gok die echt aan die organisatie of aan dat fenomeen of aan die persoon. Ja. Nou, ik heb... Erover nodig. En ik heb gezegd, de gemeente Dalfsen. Gemeente. En niet dat die alles goed doet, maar je hebt er nog helemaal een maatschappij met, van die roeptoeters die altijd schreeuwt en die vooral nu een gezamenlijk probleem hebt. Mensen gaan bedreigen, auto's van gemeenteambtenaren in brand steken. Hm. Dat vind ik zoiets in en in triest. Dat je in een land, een ontwikkeld land, een groep mensen die alleen maar kunt schreeuwen en roepen en bedreigen. Hm. En het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk ook binnen een kerk om alles af te krijgen, binnen een gemeente. Hè, en roep maar, die ambtenaar die doet maar en ze luistert niet naar de mensen. Dat is zo makkelijk. En dat is ook vaak gemakzucht.
Maar dat het ding heel goed gaat en dat de mensen keihard werkt en hun best doet, is veel moeilijker uit te leggen. Kritiek is veel makkelijker. Maar op zich is Dalfsen die heeft jarenlang de gemeente best met de goedkoopste vaste lasten in de provincie. En toen zei een keer iemand van de gemeente, weet maar, wachten we op ons bosje bloem. En dat kwam niet. Tuurlijk komt het niet. Ja, dat hoeft ook niet. Maar ik bedoel, maar het positieve, ja, het negatieve, dat lukt, dat beklekken er. En ze maar op schuil. Ja, kijk, een mens die hun werk doet, of de politie is, of ambulance, of brandweer. Hij doet het in God. Hij die mensen gaat bedreigen, dan zit hij wel aan het fundament van onze samenleving. Dan kan er alleen nog maar een grote ras komen. En dat is me het harde gegeven om dit te zeggen. Als je een probleem hebt, je kunt overal terecht en je krijgt een zin niet. Want mensen die zo te keer gaan, wil vaak gewoon een zin hebben. Ja. Ik ben benadeeld, ik wil mijn zin hebben. Ja, en dat is vergif voor de samenleving. En respect voor elkaar en lusten. En verdiepen erin. Lees eens iets. Ik weet wel, het is voor sommigen denk ik te veel werk. Verdiepen erin. Alles is openbaar. Je kunt alles nalezen. Je mag naar de gemeenteraadsvergadering. Ik ben er overal naartoe en weet die meute doet, daar krijg ik wel rust van. Weet die begrip tonen. Even denken van, hoe is dat ook alweer ontstaan? En ik denk ook vaker, hij zelf in de gemeenteraad zal zitten of in de kerkraad en hij bent verantwoordelijk, hij moet beslissing nemen, hij het waarschijnlijk helemaal niet anders dan. Maar dan, hij moet wat. Hij moet toch een lijn zetten en dingen aan en zeggen. En het kan altijd beter. En dan wordt al die fouten gemaakt. Maar wie dat niet doet, die doet niks. Dat bedenken eigenlijk zeg ik, dat iedereen zo min of meer verplicht mee moet lopen in de gemeente. Ja. In Amerika daar wil je oproepen voor een jury. Ja. En dat kun je eigenlijk niet weigeren. Nee, dat is ook zo. Niet goed fatsoen. Zo'n soort systeem, nee. Zou je de pleit die bijna veurde zegt van, ja. Ga er zelf maar zitten. Ga er zelf maar zitten. Huh? Weet de achtergrond maar eens. Ja. En hoe weinig spullen hij vaak hebt om beslissing te nemen. Je moet met iedereen in rekening houden. Een gemeente moet met iedereen in rekening. Het gaat over alle inwoners. En aan je goede mond zet u alleen maar rekening te houden met uzelf. Dus dat is wel iets makkelijker. Maar Nederland wint het gezond verstand het toch vaak wel. En dan houden we dat zo blijven. Nou, daar zal de gemeente zeker blijven mee bezig met deze pluim. Misschien breng ik hem nog een keer persoonlijk. Nou, waarom niet? Ik heb er genoeg. Ja, maar ik bedoel over het algemeen dus bestuurders, ja. Mensen die verantwoordelijk zijn, hulpdiensten, afblijven. Mooie woorden aan het eind van een mooi gesprek. Wat mij betreft, Willy, hartelijk dank. Ik kan nog wel een uur met u uploaden, want je hebt nog heel veel noten, ook in dit boek zitten. Ja. En in uw herinnering. Ja. Maar dat doen we dan later weer eens een keer. Of helemaal goed. Eens kom kijken op de Oomt in Meert, als jullie weer mooie... foto's presenteren van Brogger. Ja, dat hoop ik. He, dat is ook misschien wel leuk om dan eens even langs te komen. En voorlopig wil ik u bedanken voor de gastvrijheid en alles wat je vertelde. Graag gedaan. Erg bedankt. En ik zou zeggen, bijna zeker, ga zo door. Ja, ik ook. Dankjewel.